Hoi allemaal, mijn naam is Dirk Spijredans. Ik ben voormalig libero en international van het Nederlands volleybalteam. En in deze tijden wil ik jullie graag meenemen om toch individueel thuis aan je passing en verdedigingsskills te blijven werken. Dus in een aantal filmpjes ga ik jullie toch lekker aan de gang houden, zodat we, als we niet de sporthal meer in kunnen, lekker thuis kunnen volleyballen. Ik start met jullie meenemen in de beginselen van de onderarmse techniek. Deze heet niet voor niks onderarms en wordt met de binnenkant van je onderarm gespeeld, op het zachte gedeelte. Let goed op je houding. Ga door je knieën en zet spanning op je bovenbenen. Als je dit beheerst, kun je de bal tegen de muur aanspelen. Gebruik je schouders om richting aan de bal te geven. Ga met je rug richting de muur staan, gooi de bal naar de muur en vang hem op alsof je deze al gaat passen. Let weer goed op je houding. Spanning op de bovenbenen ten alle tijden. Vang de bal zoveel mogelijk met gestrekte armen. Zo, ga hier maar eens mee aan de slag. Veel plezier!